minder auto's dan de vorige keer. Sorry jongens, daarvoor. En sorry trouwens ook dat het niet rijden is met de buggy van Coronel. Ik liep iets verkeerd met de cameraman, dus ja, die houden jullie te goed. Al is het maar na Dakar, hè, als ze dat ding dan althans hebben heel gelaten. Mijn naam is Werner Budding, dit is Buddings Autovlog. Twee auto's dit keer, de Renault Megane, later. En ja, vanmiddag ga ik een Dodge Charger halen. Daar ben ik benieuwd naar die auto. Ik vind het echt een gaaf ding. Hè? Je kent hem wel uit de Duxer Verset. Bij deze gaan de deuren gewoon open en hij is trouwens niet oranje, maar zwart. Maar het is wel zo'nzelfde apparaat. Zijn er maar een paar van in Nederland. Er zit een bak herrie in, een bak vermogen. Gaan we allemaal meemaken. Nu ben ik onderweg naar Amsterdam, naar de redactie van Vrouw. Vrouw? Ja, Vrouw. Magazine Vrouw is een bijlage bij de Telegraaf. Gemaakt voor vrouwen, gemaakt door vrouwen. Wat heb ik het al te zoeken? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Ze hebben daar een rubriek bedacht. Wat denkt de man? En dan moet ik in de huid kruipen van andere mannen. Hoe die over bepaalde vraagstukken nadenken. Ik word straks ondervraagd door twee vrouwen. Over de gedachtes van mannen. Nou, jullie begrijpen er waarschijnlijk niet veel van. Ik ook nog niet echt. Maar ik neem jullie wel mee daar naartoe. En nou, als het niet boeiend is, zuiden snel de weg. En dan gaan we lekker die Charger ophalen. Met V8. Ga ik niet zo serieus, man. Kijk wat je nou weer aan het doen bent. Vloggen. Hier kon ik zo dus zitten. Met een paar van die dames daar. Aan dat tafeltje. Een soort van verhoorruimte. Ja, ja. Dat daar is de andere ondervraagster. Dit is de regie. Set. Dit is allemaal niet niks, jongens. Serieuze shit, hoor, dit. Kijk, hier mag ik in de make-up. 1 uur. Vrouw. En het heet dus wat mannen denken, dat vrouwen denken. Dus dat is niet niks, hoor. Tja, raden wat vrouwen denken. Dat is niet helemaal mijn ding. Zo bleek al wel. Binnenkort te zien op vrouw.nl. Want het is wel duidelijk dat ik meer van auto's weet dan van dames. Maar goed, dat is ook niet mijn specialiteit. Het is de week van de afzeggingen. Coronel Buggy ging niet door, kon Coronel overigens niks aan doen, lag aan ons. En nou bellen ze zojuist ook dat de Charger, waar ik het over had, dat ook wat lastig wordt. Want die auto ja, remt wel, meestal, maar niet altijd. Ja, dat is niet fijn. Hè? Ik ga er morgen iets bijzonders mee doen en dan wil je wel dat zo'n ding tot stilstand komt. Dus dat wordt hem niet. Die auto krijgt nieuwe remmen en dan gaat hij alsnog de verkoop in. En ik heb iets anders gehaald, maar... Ik kan niet vertellen wat we ermee gaan doen. Dat komt op autovisie.nl en dat komt in Autovisie. Het heeft in ieder geval een beetje te maken met nieuwjaar en met de favoriete auto van de redactieleden. Nou, meer vertel ik niet. Mijn keus weten jullie, dat is de Charger. Dat wordt hem niet. Mijn andere keus, die laat ik niet zien. Nou, ik laat een paar dingetjes zien ervan. En dan moeten jullie hieronder maar reageren. Kijk of je weet wat het is. Ik kan één ding vertellen. Hij komt uit hetzelfde land als de Charger en hij heeft ook een V8. Ik ga niet vertellen waarin ik zit. De echte kenner die ziet het misschien wel. Ik lees het in elk geval wel hieronder. Een paar vragen dan. Bram Jacobs vraagt ja, wat ik van een Nissan GT-R vind. Dat vind ik wel een bijzonder ding. Die auto is te groot en te zwaar. Maar gaat eigenlijk vreselijk hard. Dus het is een hele tegenstrijdige auto eigenlijk. Er zit misschien niet zo heel veel uitdaging in. Als ik zou moeten kiezen, kunnen kiezen voor datzelfde geld, zou ik denk ik eerder gaan voor een Corvette. Een van de snellere versies dan voor een GTR. Maar het is wel een bewonderenswaardig hoe Nissan het voor elkaar heeft gekregen om die auto zo goed te maken. Martin Mulder vraagt of ik wel Dakar zou willen rijden. Ik heb die vraag vaker gezien. Ja, dat zou ik wel willen. Ja, zeker. Nou is Dakar rijden niet voor iedereen weggelegd. Het is sowieso al een heldhaftig spelletje. Het is zwaar ook. Het is ook... gillend duur. Dus je moet dat of helemaal dicht sponsoren. Maar wat je vooral ziet is dat degene die rijden vaak de wat kapitaalkrachtigere onder ons zijn. Maar het is zeker de moeite waard. Het is het laatste overgebleven avontuur. We hebben overigens een hele leuke voorbeschouwing in Autovisie staan over Dakar. Daarin alle deelnemers, de Nederlanders met naam en toenaam. Dus als je van Dakar houdt, als je het op RTL 7 gaat bekijken binnenkort, ja, dan moet je die voorbeschouwing misschien ook eventjes lezen. En dan zag ik nog een vraag op YouTube. Leuke auto onder de 10.000 euro. Ja.
Dan weet je, 10.000 euro, dat is natuurlijk een bedrag waar vaker auto's voor worden verkocht. En dan kun je gaan voor een Peugeot 108. Dat is op zich verstandig, maar ja, je zou ook kunnen denken, ik pak een Honda S2000. Die suggestie werd daar ook al gedaan. Vind ik een gaaf ding, is kwalitatief natuurlijk ook goed. Maar je vindt er ook al wel heel behoorlijk sturende, achterwiel aangedreven BMW voor dat geld. En ook, ik moet even wat doen hoor ik. En je vindt er bijvoorbeeld ook een Porsche Boxster voor dat geld. Ja, dus dat zijn natuurlijk wel keuzes. Meganes. Heel veel modelletjes Megane. Ook weer strak, hè? Kijk, dit is de GT. Vierwielbesturing, 205 pk. Dikke uitlaten. Diffuser, dikke wielen, ziet er gewoon echt netjes uit. En dan is dit de minder spectaculaire versie, de diesel. 130 pk diesel, verpakt in een vijfdeurs jas. En dan mogen jullie er zelf even over oordelen, maar het is een ontwerp van Laurens van der Akker. En hij deed ook al de Espace en de Talisman. Mooie auto's vind ik, geslaagd, goed elegant. En dat is met deze ook weer gelukt. Herkenbaar als Renault met dat dikke embleem natuurlijk ook. Maar verder heeft het ook wel wat, ja, wat herkenningspunten die Renault vaker gebruikt. Elegant, goed in proportie ook wel. En verder natuurlijk niet al te frivol. Moet een tijdje meegaan, hè? Een jaar of 6 liefst weer deze Megane. Ja, en dan zijn we in Portugal. Dit is de warmste dag ooit. In december, maar dan wel in Nederland. In Nederland is een graadje of 16, hier ook, bewolkt. En we staan aan zee. Cascais is dit. Dat is een prettige plek om te zijn, maar dan vooral zomers. Dan komen we ineens aan bij het mooiste deel van de Megane. De achterzijde. Dat is heel herkenbaar, hè? Dit is echt typisch van de Akker. Hij heeft het me uitgelegd hoe dat zit. Het gaat om het embleem. Het is Renault. Daar moet je trots op zijn. En dus hebben ze achterlichtunits gecreëerd. Die eigenlijk aan beide kanten wijzen naar het embleem. En even van binnen. Dit kennen jullie, hè? Uit de Espace, Talisman. Alleen de dikkere versies die hebben dat scherm. Ja. Espace. Heel fraai, vond ik. Buitenkant, van binnen ook. Mooi functioneel. De Talisman. Ik weet niet of jullie de video hebben gezien op autovisie.nl. Niet helemaal te spreken over. Vooral niet over het vierwielbesturingssysteem. Dit is een basic, althans een normale Megane. De diesel, zonder dat er een extreem onderstel onder zit. Of een hele dikke motor. En dan is die eigenlijk gewoon zoals die moet zijn. En als jullie precies willen weten hoe die dan is. Waar moeten ze dan kijken, Patrick? Autovisie.nl. Juist. Daar staat de video nu op. Ik slaap vanavond in een spiegelhuis. Nee, maar dit is hem in het rood. Dus we hebben nu blauw en zilver en rood. Ik vind het toch wel echt een geslaagd ding hoor. Ja, dit is dan weer leuk. Dit is gewoon onderdeel van de achterklep. Dit is de kleur van het achterraam gemaakt. Waardoor het lijkt alsof hij zo'n bol raam heeft. Dat heeft hij natuurlijk helemaal niet. Nou, gaan we verder met het tweede deel van de testrit met de Megane. En dan heb ik gisteravond met Laurens van der Akker gezeten, een hele poos gesproken. En ik vroeg hem, hoe kan het nou dat jij eigenlijk alleen maar mooie auto's tekent? Nou, hij legde een paar dingen uit. Hij zei ten eerste, het begint met de proporties. Als je bijvoorbeeld de huidige Renault Scenic ziet, zegt hij, dan staan die wielkasten, die staan een heel stuk buiten de wielen. En hij legt uit, dan begin je al op achterstand. Dan zijn de proporties van die auto die zijn al meteen raar. Het begint met de wielen op de juiste plekken te zetten. Nou, dat heeft hij dus gedaan bij de Megane, maar ook bij de Talisman en bij de Espace. En toen zei hij ook, die schouderpartij, dit, dat is heel belangrijk. Als je dat creëert in een auto, dan creëer je iets wulps. Zo noemde hij het, mooi woord, wulps. Maar dan creëer je dus eigenlijk bijna een beetje een menselijke vorm. Dan wordt die achterkant automatisch goed. De zijkant krijgt dan dynamiek en ook wel elegantie. Ja, en als je vervolgens de boel, als het ware, afwerkt met mooie lichtunits. Wat hij dan dus doet, aan de voorkant en aan de achterkant. Dan ontstaat er vanzelf een mooie auto. En
Dat is ook wel weer interessant wat hij roept. Hij zegt bijzondere lichtunits. Dat is iets wat premium automerken gebruiken. En dat kan omdat, ja, dat is duur, dat soort lichtunits. Kijk, LED-verlichting met zo'n hele grote, een soort van verlichte komma. Als BMW of Mercedes dat doet, dat kost meer om dat te ontwerpen, om het te bouwen. Maar de koper van een BMW of een Mercedes is bereid om dat te betalen. En hij zegt, ik maak het ook gewoon, ik teken het en ik sta erop dat het ook ontwikkeld wordt. Ja, en dan is die auto misschien een fractie duurder. Maar we letten daar heel erg op die kosten, besparingen die dan moeten worden doorgevoerd. En dan krijg je dus een auto, ja, met heel bijzonder licht. En dat is eigenlijk, roept hij, en dat is dan wel weer mooi gezegd, een soort van sieraad voor de auto. Nou ja, weet je, het is een heel verhaal. Maar feit is, denk ik, maar ja, ik weet niet of het een feit is. Ik vind het in ieder geval van wel, en jullie mogen dat zeggen, hier onderaan. Ik vind het een goed geslaagde auto als het gaat om design. En datzelfde geldt voor de Talisman en datzelfde geldt voor de Espace. En hij is overigens zelf het meest trots op de Renault Clio. Het is de eerste auto die op de markt kwam die hij getekend heeft. En de reden dat hij er meest trots op is, hij zegt, ja, als die auto was mislukt, niet had aangeslagen, dan had ik niet meer bij Renault gezeten. Die auto lukte wel. En nu, zegt hij, ben ik volgend jaar een jaar, 6 jaar in dienst bij Renault. En dan zijn alle auto's die in het gamma zitten van mijn hand. Maar dat is dus een hoop tekst en een groot verhaal over design, over Laurens van der Akker. Daar ga ik het in de video niet over hebben. In de video ga ik gewoon vertellen of dit nou eigenlijk een fijne auto is. En vooral ook waarom het dan misschien een fijne auto is. Dus kijken, autovisie.nl. Moet je nou denken, hoe filmen ze nou toch altijd die auto's rijdend, hè? Nou, daar zit hij hoor, Patrick Johannes. Achter in de Espace. En dan vraagt hij me nu of ik naar links gereden. Hier trouwens een Renaultje 4 die hier heel lang geproduceerd is in Portugal. Maar goed, op die manier gebeurt dat dus. Achter in een auto, camera in zijn hand. Ja, Johannes, daar is die. Mooie beelden. Ik ga naar links, dus de camera moet weg. Kijk, hier staat er weer eentje. Zo'n Portugese Renault 4. Dus ik denk maar, Renault 4 werd toch in Frankrijk gebouwd, dat klopt, maar ook in Spanje en in België en in Colombia en in Slovenië, dus ook in Portugal, in Mexico, in Chili, Argentinië, Ierland, Italië, Australië, Marokko, Algerije volgens mij ook en ik dacht zelfs in Uruguay. Dus ja, heel gek is het natuurlijk ook weer niet dat ze ook voor Portugal hebben gekozen, gewoon lokaal produceren, vandaar ook dat je dat ding ja, dat ding zegt een beetje oneerbiedig, maar dat je het Renaultje 4 hier nog veelvuldig ziet. Tot zover de Renault Megane, tot zover Portugal ook en dus weer in Nederland. En dus is het ook weer meteen donker. Ja, nou, het goede nieuws is, nog een paar dagen wordt het weer langer licht. Ik zeg fijne kerstdagen, geniet ervan. Er ligt een dubbel dik kerstnummer van Autovisie in de winkel met gave verhalen. Grote verhalen ook, super test. Leuk om te lezen, ga ik zo direct lekker doen op de bank. En dan zie ik jullie weer snel. Bedankt voor het kijken.